Iuxel stalkt zijn ex-vriendin Julee al een tijdje. Hij wil hun scheiding niet accepteren. Op 29 september 2010 duikt hij op in het hotel waar ze werkt. Julee belt een neef om te helpen bemiddelen. Maar Iuxel ramt een mes meerdere malen in haar buik. Ze komt met levensbedreigende verwondingen in het ziekenhuis aan en ondergaat een spoedoperatie. Iuxel vlucht, een grootscheepse klopjacht wordt geopend. De volgende dag geeft hij zichzelf aan bij de politie. In mei 2011 begint voor de rechtbank in Keulen het proces wegens poging tot doodslag en het toebrengen van ernstig lichamelijk letsel. De advocaat van Iuxel legt uit dat zijn cliënt getrouwd was met een andere vrouw. Tijdens de zwangerschap begon hij dan een relatie met Julee, de Keulner stad noemt haar eisen, de krant Bealt Jasmin, de Express Julee. In juni wordt de dader veroordeeld tot vier jaar en negen maanden gevangenisstraf. In de motivering van het vonnis wordt gezegd dat Julie haar vriend niet had verteld dat zij al eerder een andere vriend had gehad. De twee hadden daar ruzie over gemaakt. De expres noemt de dader Mustafa, de Keulnerstad, dan zei Gerry Hij was al bekend bij de politie voor de misdaad. Bedankt voor het bekijken van deze video en het helpen opbouwen van een grote database met verhalen over eervraag. Abonneer je op ons kanaal onderzoek eervraag.